Hallo allemaal, ik ben Connie de Lely van KikoStems en vandaag ga ik de uitleg geven voor het werken met klimmermist en vloeipapier. Wat hebben we allemaal nodig? Nou, we hebben de klimmermist nodig. Twee of drie kleurtjes is voldoende. Het is een op waterbasis inktsoort met een parlescent onderin, zoals u ziet. En het is niet giftig en het is zuurvrij, dus je kan het eigenlijk overal opspuiten wat u leuk vindt. Ik gebruik vandaag wit vloeipapier. Je hebt ook heel veel grijs vloeipapier en daar komen de kleuren minder mooi op over. Ik heb de heattool gebruik ik vandaag om dat de gang erin te houden, maar aan de lucht drogen kan net zo goed. De vloeipapier dat plak ik op correspondentieblaadjes, maar als u ander karton hebt, dan kan dat natuurlijk ook. Dat doe ik met fotolijm. Maar als u een andere lijmsoort hebt die ook heel goed vloeibaar is, dan kan dat ook. Ik stempel met Stesson en stempels. Maar als u op waterbasis inktsoort hebt, dan kan dat natuurlijk ook. Normaal gebruik ik een hele grote bak waar ik in werk. Omdat klimmermist alle kanten opspuit. En dan wordt er ook nog een heleboel opgevangen. Ook leg ik er normaal een glossy papier onder, omdat het heel dun is. Zoals u ziet, het is echt heel dun. En als je daarop gespuit, dan komt er altijd wat op de ondergrond. Heb je er een glossy papier onder, dan krijgt dat hele grillige vormen, zeker als u veel spuit. En dan kan u de glossy papier ook even kaarten gebruiken. Het is echt heel leuk om te doen. De fabrikant die adviseert om heel voorzichtig de parlescent er doorheen te doen. Nou, als ik dat nu doe, dan bent u over 10 minuten zit u nog te wachten op mij. Dus ik doe het een beetje rap. Op mijn blog staan allerlei tips om als het buisje verstopt is, dat u dat weer uit kan halen. En dat staat bij tips en weetjes. Hoe hoger dat u het houdt, hoe meer dat de waas komt, in dit geval maakt dat niet zo uit. U ziet het, hè? U hebt er echt wat voor nodig om eronder te leggen, want anders zit het onder. Dit is Moonlight, dat paarsige rode is de cranberry zing. Ik ga hem nu even drogen. Ik pak hem dadelijk bij een punt vast, als hij een beetje aan het drogen is, anders plakt hij aan mijn ondergrond vast. En dan trek ik alles stuk. Dat is ook als je op glossy papier werkt, is dat ook heel erg verstandig om te doen. Duurt even voordat alles droog is. Omdat ik altijd van lekkere donkere vlekken haal. Maar als je het heel dun opspuit, is het natuurlijk veel sneller droog.
U kan het waarschijnlijk al zien, hij glimt rood. Nou, je ziet het, het is droog en het glimt werkelijk. Ik weet niet of u dat goed kan zien, maar het glimt zo mooi. Zo mooi. Nou, haal ik dit even weg, want dat is reclame, dat mag niet. Dan heeft u hier dat blaadje en dan kan je natuurlijk, als u dat leuk vindt tenminste, met stazon. Willekeurig eroverheen stempelen. Mogen best halve afdrukken zijn. Als u net begint, is dat ook helemaal niet erg, want dan ziet u daar toch niet zoveel meer van. Oh, krijg ik ruzie met mijn man. Je kunt het beste gewoon een heel blaadje doen. Want u gaat hem dadelijk verkreukelen. En de kreukels gaat u dadelijk weer accentueren op uw papier. En dan ziet u dat de swirls die we nu gebruiken niet volledig meer zichtbaar zijn, maar net dat effect geven die leuk is. Nou, hij is nu redelijk vol. Oh, kijk nou. Helemaal tafel onder. Zo dun is dat papier dus. U gaat een correspondentiekaartje gaat u insmeren. En ruim insmeren. Bij mij laten de hoekjes altijd los, omdat ik die altijd vergeet. Zo. Ik breng het in papier. Flink. En dan leggen we hem op het kaartje. En dan gaat die kreukels die je net ingemaakt hebt, die gaat je accentueren door ze erin te knijpen. En dat kan u met heel klein beetje doen, kan heel veel doen. Net wat u zelf heel erg leuk vindt. Als u vindt dat het mooi is, dan drukt u het even goed aan. Zo. En dan kunt u het afknippen. Ik knip het altijd ruim af. Gaat het niet snijden, want dan lukt het niet. Dan gaat het scheuren. Het is heel dun natuurlijk, dus... Laat het eerst goed drogen. Maar als u ziet, houdt u nu restjes over. Bewaar dat. Want bij de volgende workshop laat ik u dat zien. Kijk eens aan een mooie achtergrond. En snel. Hiermee kunt u zo snel achtergronden maken. En het is voor elke gelegenheid. Want u kan echt hele sobere kleuren gebruiken. Maar ook mooie felle kleuren. Nou, dit was de workshop Klimmermist, werken met klimmermist en vloepapier. Ik hoop dat u het leuk vond. Ik vond het wel leuk. En ik wens u heel veel stempelplezier, heel veel plezier met deze techniek. En tot de volgende keer.